Goeiedag, welkom bij Atelier Bettina. De oven heb ik gisteren gevuld, aangezet, dus gestookt tot 120 graden, of 1020 graden. Inmiddels is hij alweer afgekoeld, we zijn bijna een dag verder. Dus wil je, als hij op 100 graden is, mag de deur open. Dus ik doe hem open. Helaas kan ik het er nog niet uitpakken, want het is natuurlijk nog te warm. Maar hij zal snel afkoelen en dan laat ik jullie daarna het resultaat zien. Oh, ik zie een prachtig geglazuurd. Helemaal blij mee. Eerder had ik hem wat warmer. Stookte hem iets warmer. Maar de steenklei wordt dan ook geler. Dus ik heb namelijk een proef gedaan om ook te kijken of ik het wit toch van de klei iets witter kan houden. Nou, als ik dit nu zo zie, dan ben ik daar zeer tevreden mee. Dus ik zeg toppie. Helemaal goed. Tot uitladen. Nou, ik ga hem uitpakken. Zo prachtig mooi mat glans. Vogeltje. Ze hebben een proefje geweest. Ik vind elke keer dat de glazuur zo donker wordt. Van de blauw. Zo ben ik mee aan het testen. Hieronder liggen ook allemaal nog proefjes. Even kijken of ik die er nog uit kan halen. Hij zit nu trouwens op 33 graden. Dus kan ik hem ook uitzetten. Je ziet het ook echt wel dat de glazuur van de blauw enorm donker wordt. Vergelijkbaar met de kleur die ik heel graag wil. Deze ook. Nou, dat zijn proefjes. Daar leer je weer van. Je ziet ook de glazuur glans eroverheen. Doet toch best wel veel met de kleur. De triangels laat ik even liggen voor de volgende bak. Ja, dit is dus het resultaat.